Paluta, de Roemeense international, Meijers, nee, zit het Immers, zijn er allemaal niet bij. We zien het debuut van deze Jordan Spence. De enige nieuweling die nog geen minuten maakte. Hij staat rechts achterin. De 4-4-2 van ADO, dat betekent dat Malone doorschuift, dat Bakker terugkeert in de basisopstelling. En dat Bogel en Duffy voor het eerst in de basis staan. Bogel, sterke spits. Duffy, een creatieve middenvelder. De oudste debutant, dat werd hij in de wedstrijd tegen Sparta voor ADO ooit, met zijn 34 jaar. Deze Bogel is afkomstig van Cardiff. PSV in dezelfde formatie als vorige week toen er eindelijk gewonnen werd. Hoewel dat in thuiswedstrijden wel vaker gebeurde natuurlijk dit seizoen. Maar Willem II had eigenlijk niets te vertellen. Ging er met 3-0 af. Dat betekende eindelijk weer eens een rustig weekje in Eindhoven. Daar slakten ze wel naar. 3-1 werd in Eindhoven. En ten opzichte van die wedstrijd 17 andere spelers op het wedstrijdformulier. Althans in de basis bij beide ploegen. Dat geeft aan wat er allemaal veranderd is. Dat geeft ook aan hoe teleurstellend het seizoen is. In zowel Eindhoven als in Den Haag. Somerville. ADO sluit aan. Somerville kan zo meters maken. Somerville. Voorzet van Gosens. En daar was bijna de kans. Maar goed verdedigd door Rodriguez. Een lastige situatie. Maar opmerkelijk dat alle verdedigers van PSV bij die dribbel van Somerville gewoon achteruit blijven lopen. Bogel. Duffy. Uiteindelijk het balbezit voor PSV. Hendricks die behoorlijk wat ruimte heeft. En nu is het ADO gewoon achteruit blijven lopen. Nou, dan zou Hendricks het kunnen proberen. Of dit doen. Dat is een situatie waarin je kunt zien dat bij Hendricks het vertrouwen ook niet optimaal is. Gakpo. Oh, glijpartij. Gakpo zou het kunnen proberen. Rosario. Zo verlegt PSV eigenlijk keer op keer het probleem. Moet de Dumfries het maar weer oplossen. Of Iataren. Iataren. Koopman slaat de bal weg. Een tijdje probeert PSV de druk op te voeren op ADO. Lukt aardig. ADO komt eigenlijk niet van het eigen 16 meter gebied af. Appel voor Hens. Van de Bok. Van Boekel vindt het niks. Ik heb wel even nagekeken, die situatie met de linksback van ADO. Lijkt hem wel tegen zijn hand te krijgen. Dat gaat Van Boekel doen. Een strafschop dus voor PSV. Na een hensbal van de Bok. Lammers tegen Koopmans. Concentratie bij de spits van de Eindhovenaren en Lammers net aan, net aan. 1-0 PSV. Hij was er heel dichtbij. Maar de huurling van PSV kan die penalty van Lammers uiteindelijk net niet pakken. Hendricks opgejaagd, maar daarna gelijk druk gezet door Viergever, die dat prima doet. Dat is een goede ingreep van de centrale verdediger. Iataren met ruimte, die kan het proberen. En dat is een lastige bal. Prima gepakt door Koopmans, die stuiterbal van Iataren. Iataren, Gakpo, Lammers. Het ziet er allemaal heel behoorlijk uit. Zo schuift PSV rustig op. Dumfries, dat is een goede bal van Dumfries en Lammers probeert er binnen te poken bij de eerste paal. Dat is de beste aanval van de wedstrijd. Ja, daar zit behoorlijk wat eredivisie ervaring met Kramer, met Meijers, met Immers. Maar hij heeft ze vooralsnog niet nodig. Ja, daarin Dumfries zou kunnen, want heel makkelijk uitgespeeld daar. Hier is de kans en weer Koopmans met de redding. Zo gaat PSV beter voetballen. En weet ADO daar werkelijk helemaal niets tegenover te zetten. Moeizaam uitverdedigen, dat is een understatement. Zo in de voeten van Iataren. Lammers, Hendricks. Rodriguez,
Ja, ADO verdedigt wel, maar verdedigt eigenlijk ook niet. Kijken toe. Daar komt PSV weer. Nou, dat kan niet goed gaan. Nou, dat gaat nog steeds goed omdat Koopmans wel stond op te letten. Maar dat is echt de enige achterin bij ADO Den Haag, waar het open huis is. Al een minuut of 10 lang. Geen fantasie, geen vertrouwen, geen verdedigende discipline. Kans na kans nu voor PSV. Dumfries. Snel genoeg om die bal binnen te houden. Komt ook voorlopig niemand tegen. Er staat De Bok te wachten, maar doet eigenlijk ook niks. Lammers dan ook niet. Ja. Het is wel een fase natuurlijk waarin PSV, gezien de kansen die het achter elkaar creëert, afstand zou moeten nemen van ADO Den Haag. Want je weet nooit of zo'n wedstrijd op wat voor reden dan ook nog een keer kan kantelen. Maar het is ontluisterend om te zien wat de thuisploeg laat zien. 2 minuutjes komen erbij, minimaal. De eerste helft volledig gedomineerd door PSV. En dat is ADO misschien voor de eerste keer echt dreigend. Duffy kapt en draait. Spence aangesloten. Spence. Kans om te schieten uit de tweede lijn. En Hoenestaal is zijn eerste redding. In de extra tijd dus van de eerste helft. De Bok met de uithaal. Nee, dat leek Hens, maar Van Boekel laat het doorgaan. Die Hensbal van Bakker. 10 tellen nog voor ADO Den Haag. Rodriguez verlengt en twijfel bij Hoenestaal. En nog een mogelijkheid. Al was de hoek wel erg krap geworden voor Somerville. Hij had weer heel veel gewijzigd in zijn elftal. Gaat dat trouwens ook halverwege doen. Dat is een, ja, toch wel een zeer opvallende wissel. Want een van de twee aanvallers, Somerville, is in de kleedkamer achtergebleven. En daar staat Aaron Meijers. Die gaat hem vervangen. Meijers dus voor Somerville. Weer een ander plan. In de zoektocht naar iets wat wel lukt. Bal blijft binnen. En nu zou het kansrijk kunnen zijn als Malone onder andere vrij is. En Hoenestaal daar bijna verrast wordt. Dat heeft alles te maken met die loopactie van Malone. Schot van Bogel. Hendricks goed vrijgespeeld. Ruimte voor Gakpo. Rodriguez eroverheen. Gakpo naar het centrum. Meegeven aan de Zwitser nu. Wie kiest de positie? Lammers onder andere uit de draai. En weer Koopmans. Absoluut de uitblinker. Iataren. Ryan Thomas loopt de drukte in. Viergever. Lammers, gefrommeld. En weer Koopmans. PSV ook weer dreigend. De eerste 10 minuten van de tweede helft. Altijd hier schamelen. Ene treffer voor de Eindhovenaren. Iataren. Dit keer Lammers niet bereikt, maar alweer het misverstand met Bakker en Malone. Rodriguez kan dat ook met rechts. Toch wel naar links. Gakpo. Volgende kans voor PSV. Ja, als die wissel bedoeld was van Pardew, die Karrewacht aan kansen van PSV te stoppen in de tweede helft, dan is dat in ieder geval niet gelukt. Daar gaat Thomas weer. 16 meter gebied ingesneden. Lammers en Gakpo kiezen positie. Hier komt Rodriguez. En weer wordt een eentonig verhaal. Koopmans met zijn zoveelste redding. Wat laat PSV kansen liggen zich op de 0-2. Hij gaat zo komen, immers. Duffy. Ja, in alle eerlijkheid. Allemaal mensen, 8 nieuwelingen. En dan maar hopen dat het goed uitpakt. Maar een 34-jarige Brit die gewoon niet fit is. Nou, zo aan de dijk zit. Thomas, Lammers. En Jorrit Hendricks. Dan gaat Gakpo uit de rug van Spence. Sprintduel. Gakpo. Is er als eerste bij. Lammers sluit aan. Lammers, goede voorzet. En nu is Koopmans kansloos. En is het weer Ryan Thomas die een goal meepikt. 0-2 PSV in de 70ste minuut. PSV
kon het zichzelf eigenlijk vorige week niet meer herinneren wanneer hij voor het laatste doelpunt gemaakt had. Ryan Thomas. En nu is het 2 weken achter elkaar prijs voor de kleine man uit Nieuw-Zeeland. Als PSV het goed uitspeelt. Viergever. Het middenveld in dribbelen. Afleveren bij Dumfries. En die heeft dan veel ruimte. Gaat Thomas zich ook met deze aanval bemoeien. Lammers. Denzel Dumfries. En bijna had hij weer een goal te pakken. Weer Koopmans. Viergever. Slim laten lopen door Doan. Nou, die kan er nu 3-0 van maken. Dat doet hij niet. Op miraculeuze wijze gaat die bal er niet in. Wat een kans is dit ook weer, zeg. Voor Doan. Ongelooflijk dat PSV niet 4 of 5 goals gemaakt heeft vanavond in Den Haag. Nou, nu kan het alsnog 3-0 worden. Gakpo, en nu wordt het wel 3-0. Is het raak via de linker spits, de linker aanvaller van de Eindhovenaar. Die maakt zijn 5e van het seizoen. 0-3. En dat is een wat meer rechtvaardige afspiegeling van de krachtsverhoudingen vanavond in Den Haag. PSV is zoveel sterker dan ADO. Heeft zoveel kansen gehad. 3-0 tegen Willem II, 0-3 nu in Den Haag. Het is de eerste aanzet van PSV om zich uit een diepe crisis te voetballen. Bogel gaat er nog maar eens achteraan. De twijfel bij Oenerstal. En dan gaat hij er niet in, weet Swaap. Op de lijn nog een redding te brengen. Bijna was er nog een revalerend treffer voor ADO. Vorig jaar werd het in Den Haag 0 tegen 7. Nou, met iets meer zorgvuldigheid had PSV daar behoorlijk in de buurt kunnen komen. Maar uiteindelijk stokt de teller bij 0 tegen 3.